Als je naar iemand toe loopt of staat, zegt: hey, pak hem maar. Hey, dankjewel, jongen. Hey. Oké, okay, bro. Voordat deze video gaat beginnen wil ik als eerste even snel zeggen dat dit weekend alleen geen ander weekend. Er is een kortingscode actief op mijn webshop, daarin krijg je 10% korting op alles wat je maar wil halen. Dus wil je nou nog zo'n fantastisch mooie sweater, dat kan. Dit is de kortingscode, als je die invoert bij het afrekenen dan krijg je 10% korting alleen dit weekend. En als je te laat bent dan is het helaas over en dan... Dus haal je eigen paprikael trui of een t-shirt of een Calvin shirt of Calvin trui. Dat kan allemaal, ga naar deze link, calvin.fanfive.com/nl en dan komt het goed. En de link staat ook in de beschrijving, dus daar kun je op klikken. Alleen dit weekend, zondag, is het voorbij. Oké, laten we een leuke video bekijken. Dag! Dames en heren, jongens en meisjes. Ik ben hier vandaag met... Nee, geen paprika. Dit is een ballon voor jou. Alsjeblieft. Ik ben hier met Max. Max, vertel, wie bent u? Nou ja, ik ben natuurlijk opa Max. Ja. Hè? Ja, natuurlijk. Bekend van YouTube. Juist. Max is overigens niet mijn opa. Nee, laten we dat even opzetten. Max is gewoon opa Max. Hij heeft zelf al een heel goede opa. Ja, shout-out naar mijn opa. Ja. Opa Klaas. Ken dit? Weet je wat dit is? Zo. Rock and roll. Oh, dat is ook een rol. Ja. Oh, nou, mooi. Max, weet je wat we vandaag gaan doen? Nee. Zal ik je het uitleggen? Ja. Vandaag heb ik iets bedacht, namelijk een straattaalquiz. Oké, het werkt dus als volgt. Ik heb een aantal woorden. Ik weet ook niet welke woorden dat zijn. Dat zijn woorden die gebruikt worden in de wereld van taal. Straattaal. Ja. Je loopt bijvoorbeeld op straat en iemand loopt naar je toe en die zegt... Fakka, Max. Wat bedoelt hij daar dan mee? Fok, Max. Nee. Nee? Nee, zo werkt het niet. Oh. Nee, het is juist positief. Oh, fakka, Max. Als je naar iemand toe loopt of staat, zegt... Hey, fakka, Max. Dankjewel, jongen. Hey. Oké, bro. Wat zou hij dan daarmee bedoelen? Hoe gaat het? Oh, hoe gaat het? Fakka. Ja. Hey, fakka, Max. Heel goed. Dankjewel, bro. Ja, nee. Je hebt het al helemaal onder controle. Oké. Maar we gaan het nog even testen. Ik heb een aantal, in ieder geval Jart, heeft een aantal straattaalwoorden verzameld. En die gaan we raden. Ja. Ik ben niet zo goed in straattaal, hè. Ik kom natuurlijk ook uit Groningen. Ik hing ook niet echt op straat. Meer in het weiland. Ik kom wel op straat hangen, maar dat stond gewoon in het weiland. Ja. Laten we maar gewoon beginnen. Ik ben benieuwd. De straattaalquiz met Max. Ja. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Oké, gelukkig. Ja. Barkie. Barkie? Barkie. Ja, gaat wel goed. Heb jij een barkie op zak? Een barkie? Je kan een barkie op zak hebben. Oh, is dat een smartphone? Nee, bijna. Barkie. Wat heb je nog meer op zak? Portemonnee. Wat zit er in die portemonnee? Pasjes. Oh, heb je baar geld? Barkie is één bepaald bedrag. Je hebt een tientje op zak. Of zoiets. Heb je 20 op zak? Iets meer. Of 50. Dit overhemd was denk ik een halve barkie. Het is 100 euro. 100 euro? 100 euro. Ja, dit is een halve barkie. Ja, was het 50 euro? Ja, halve. Halve barkie. Ja, ongeveer. Ik wist hem wel deze. Nou, nee, ik niet hoor. Dat was niet erg. Nee. Vroeger hadden we natuurlijk gewoon guldens. Ja. Dus wat dat betreft, no span. Wat betekent no span? Geen nieuws. Oké. Wel iets in die tram. No span. Nee, no span is... Hoe zouden mensen op straat het uitspreken, denk je? No span. No span. Ja, nee. Ongeveer wel, ja. Ik zal even een voorbeeldje doen. Vraag eens aan mij. Ben je niet bang voor de politie? Vraag dat eens aan mij. Ben jij niet bang voor de politie? No span. Geen angst. Nou, ongeveer. Officieel is het geen zorgen. Geen zorgen. Geen zorgen. No span, geen zorgen. Ja? Oké. Barkie, halve barkie, no span. Ik voel dat er progressie in zit. Dank je wel. Dankjewel. Skeer. Skeer. Angst. Nee, dat vorige... Nee. Ja, ik zit aan scare te denken. Nee, oké. Ja. Skeer. Ik vind het wel een goede gedachte gaan. Ja, no skeer. Nee, dat is zo werkt het. Je bent skeer. Oh, je bent skeer. Ik zeg dat jij skeer bent. Je kan skeer zijn. Het heeft iets te maken met barkie. Ja, rijk. En dan het tegenovergestelde. Arm. Ja! No barkie. No skeer. No spangas. Spangas keer dan wel. Oh ja, spangas. Dus als ik skeer ben, dan heb ik gewoon weinig geld. Heb je geen geld? Heb ik geen barkie? Nee, barkie. Heb ik lang geen barkie? No barkie. No barkie. No spang. No spang. Tata. Pata. Nee. Oh, tata. Tata. Ja, ik ben rijk. Ik heb veel geld. Ik ben de rijke tata. Hebben tata's altijd veel geld? Rijke tata. Ja, maar wat is dan een tata? U bent een tata. Ik ben ook een tata. Oh, mens. Nee. Persoon. Quinten is geen tata. Oh, geen Quinten tata. Is donker. Ja, dat klopt. En wij zijn blank. Dat klopt, dus... Rijke tata... Is een rijke bleekscheet. Ja? Eigenlijk wel. Rijke tata, rijke bleekscheet. Officieel is het gewoon een Nederlander. Oh, goh. Maar Nederlanders... Nou, nee, dus ze zijn er ook gemileerd. Ja, dat is ook wel waar. Ja. Je hebt ook skeren tata's. Heb je rijke tata's, je hebt skeren tata's. Skeren tata's. Assie. Assie. Ja. Assie.
Niet jij bent assie, maar assie. Assie is iets wat je op zak kan hebben. Wapen? Nee. Het wordt wel binnen dezelfde circuits gebruikt. En je kan het nuttigen. Oh, drug? Iets gespecificeerder. Ja, hashish? Ja, hash. Wow, ja. Dat wist je best assie, goed. Assie, assie. No, hashish. Nee, assie. Oh, assie, hashish. Assie, ja. Assie, achu. Gezondheid. Ja. Gezondheid. Die ballon is trouwens wel je grote vriend vandaag. Een grote vriend, ja. Ja. Lekker zacht. Oh, man. Als ballon een straatnaam zou hebben, ja. Wat zou het dan zijn? Borst. Zo voelt het. Oké, okay. Rocken. Rocken, gewoon rocken. Ja. Vrouwen. Nee. Meisjes. Nee. Het is niet. Nee. Het heeft niks te maken met. Nou, het heeft wel iets te maken met kleding, maar het heeft niet specifiek iets te maken met een rokje bijvoorbeeld. Nee, nee. Rokje, mooi pak. Ja, nou, iets in die buurt. Het is, nee. Het is een werkwoord. Het is een werkwoord. Gekleed. Ja, ja, echt. Ja. Je kan iets rocken. Kijk, jij, ja. jij rokt nu echt een lijpe oudje. Wat zou het. Dat is ongelooflijk hoor. Nee, maar weet je, daarin zeg ik dat je een mooie outfit aan hebt. Dat is lijp. Lijp is mooi. Een lijpe oudje. Een lijpe oudje. Als je die rockt, dan staat die echt goed. Ja, nou ja. Rock ik deze trui. Dan moet je wel een bakje hebben natuurlijk. Dan kun je iets leuks kopen. Rock ik deze trui ook? Rock ik deze of niet? Ja, vind ik wel. Ja? Ja. Staat je goed. Nou, kijk. Ik vind dat je best goed bezig bent. Dank je wel. Fakka. Fakka. Hebben we net gehad. Ja. Fakka, Max. Ja. Ja. Wat betekent het? Gaat ie, Max. Ja. Alles goed. Alles goed. Fakka. Fakka. Zonlicht is niet fakka vandaag. Nee. Dagu. Dagu. D-A-G-G-O-E. Dagu. Ja, Dagu. Ik zou het ook niet eens weten. Ik weet het ook niet. Het is voor het eerst dat ik het niet weet. Waar woon je? Oké, okay, dus je loopt naar iemand op straat en zegt, hey, Dagu. Hey, Dagu. Nou, in de Hoofdstraat. Ja. Is dat afgeleid van dak? Daar zit ik aan te denken. Okay. Dakloos, Dagu. Dagu, heb je onderdak? Ja, zoiets. Oké, okay, ja, ik vind het. Zou kunnen, ik weet het niet. Ik zou het echt niet weten. Dagu is. Oh! Oh! Een hond van Dog. Dog. Oh! Dagu, kom eens hier. Ja. Je kan toch dierengeluiden goed aan, hè? Nou, probeer ik wel eens, ja. Een kikker? Is dat niet? Kijk, dat kan jij dan weer. Maak maar een dierengeluid, dan moet ik raden wat voor dier het is. Kom op! Ik weet niet wat dat was. Chimpansee. Oh! Een wolf. Ja, dat is een chimpansee. Oké. Okay. Een wolf is... Ja, dat is echt een wolf. Nakken. Nakken. Ja, dat is een werkwoord. Ja, ja, nakken. Eten? Nee, ik kan iets van jou nakken. Stelen. Ja! Oh! Applaus. Ja, zeker. Ja, voor mezelf. Nak deze ballon nu. Ja, niet doen, niet okay, doen, okay. Niet doen. Die voelt zo lekker, hij voelt zo lekker. Hij ja. voelt zo lekker. Als een? Als een borst. Ja, als een yes. borst. Ja, ja, ja. Flesjen. Flesjen, oplichten. Ja. Bedonderen. Voor de gek houden. Voor de gek houden, ja. Bedonderen. Voor de gek houden, ja. Klopt wel. Gilla. Gilla, rustig. Rustig. Je bent een rustig persoon. Nee, dat is niet waar. Oh. Het is een iets. Sommige mensen zitten... Ja, een mooie stoel. Nee. Nou, misschien hebben ze wel mooie stoelen in Gilla, maar sommige mensen, het is niet zo fijn als je naar Gilla moet. Oh, dan zit je in de cel. Ja! Gevangenhuis, ja. Jail, Gilla. Jail, Gilla. Ja, allemaal afleidingen. Ja. Ja. Deze paprika trouwens, hè? Ja. Bent u paprika fan? Ik hou van paprika. Ja? Groen, geel, nee, rood. Nee, niet groen en geel. Alleen de rooi. Alleen de rooi. Ja, die groen en gele mogen niet. Oké. Okay. Vind ik. Okay. Maar daar heeft iedereen ja. daar wat van. Ja. Boeken. Boeken. Reserveren. Je hebt wel een punt, maar dat is niet de straattaal variant. Gewoon... Nee, dat snap ik. Okay, ja, dus okay. Je kan gewoon, je kan iets boeken. Boeken. Dat kan. Je kan een boeken. Je kan een boeken. Of een boeken. Je kan een boeken. Je kan hem. Ik boek hem. Je kan hem boeken. Ik boek hem. Oh, ik geef hem een hengst. Nee. Oh nee, dat is hoeken. Ja, dat is hoeken. Ja. Zal ik een demonstratie doen van boeken? Ja, dansen? Nee. Oh. Zal ik het doen? Ja, doe maar. Als het me niet zeer doet. Oh, holla, rennen. Dat was de demonstratie. Weglopen. Ja, wegrennen. Ja. Ik dacht dat het gewoon weggaan was. Maar ja, wegrennen. Dat, zeg maar, criminelen boeken hem altijd. Als, boeken. Als de politie komt, dan boeken criminelen. Ja. Dan rennen de jongens over straat, ja. Die boeken hem. Ja. Vind je een beetje dat je het goed doet tot zover? Jij bepaalt. Ik vind dat je het goed doet. Dankjewel. Armo. Armo. Is dat gewapend? Nee. Dat zou ik wel vinden kunnen, dat kan wel. Maar het is niet waar. Armo, is dat een vriend? Nee. Ja, een armo kan wel je vriend zijn. Ik ben geen armo, jij bent ook geen
geen Armo. Een brother in crime, crimineel. Ja, kan. Want dat zijn wij niet. Ja, Armo is, het is een bevolking, een groepering. Oh, Antillianen? Maar... Oh, niet zo, niet een minderheid. Nee. Wat voor letters zitten in het woord Armo? De ARM van Army. En van? Armenië. Dat is een Armeen. Is dat een Armeen? Een ja. Armo? Ja. Als hier een Armeen over staat zou rennen, dan zou die... Hé, hey, daar gaat een Armo. Die Armo boekt hem dan voor de op. Ja. Oh. En dat kan een skere Armo zijn. Of... Ja. Fokke Armo. Maar dan zeg je niet eens, hij verstaat mij niet. Juist. Is een Armeen. Juist. Diddy. Ik doe het. Zo van did it. Ja, ik weet het zelf ook niet. Ik ga een beetje afleiden. Van een beetje Engels, dat meestal door Antillianen en Surinamers half Engels gesproken wordt. Ja. Klinkt mij nou iets als Antilliaans of zo. Maar het is wel afgeleid van het Engels, zie ik nu. Wat is nog meer Engels woord wat dit? Is die dood? Ja! Het is dood. Als die Armo niet hard genoeg boekt voor de gaat hij misschien ook wel. Ja, is hij misschien wel Diddy. Guap. Hou je mond, hou je guap. Nee hoor. Heeft iets te maken met het eerste woord dat we hadden. Ja, dat is heb je geld. Barkie. Ja, guap is geld. Guap is ook geld. Ja, maar okay. Barkie is 100 euro. Is de prijs. Dat is de prijs. Ja. Maar guap is gewoon geld. Ja, maar als je vraagt om barkie, heb je barkie, dan vragen ze om 100 euro. Heb je dat? Ik heb wel guap, maar ik heb niet geen barkie. Juist. Max, dat was het alweer. Ik vind het geweldig. Dan leer ik hier veel van jou. Heb jij zelf nog een straat aan woord wat ik niet gebruikt heb? Andere dingen als hipster en vrouw en... Ja, nee, dat weet je allemaal wel. Dat is gewoon standaard. Dat is standaard. Maar dit zijn prachtige woorden. Ja? Waarvan ik blij ben dat ik ze nu ken. Want ik ga me daar verder wel in verdiepen. Ja, ik ben nog zo jong. Dus dan moet je nog veel leren. Dat is ook zo. Ja. Wij boeken hem weer. Max, dankjewel. Fakka. En graag gedaan. Ik zie jullie gewoon de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Eet zoveel mogelijk paprika's. Als je maar kan. Deze kleur. Deze kleur. Deze kleur. Ja, en dat voelt zo lekker. Oké, doei. Dag. Yeah. We'll be right back.